Hallo, kijk zo niet op thee. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met deze architect. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. En deze aflevering ga ik in ieder geval alles afmaken wat er nu nog moet gebeuren. Dat heeft dus te betekenen dat ik in ieder geval hier de ziekenboeg ga neerzetten. En hier dat helemaal de tijdelijke cel komt. En ik ga hier nog even een hele veilige omheining met sluipentorens omheen zetten. Gewoon omdat het dan wat veiliger is. En zodat er weer wat minder ontsnappingspogingen kunnen gedaan worden. In ieder geval, hier zag ik net ook dat er iemand aan het graven was. Daar kwam ik, net een melding van tegen. Dat zagen jullie waarschijnlijk ook nog wel. De muren, die worden zo nog even geïnstalleerd. Het enige wat nog een beetje mist. Oh ja, hier gaan ze ook al bezig met de veilige omheining. Dat is ook helemaal top. Dus daar hoeven we dus ook niet meer voor te zorgen. Het enige wat dan nog mist is de buitenste veilige omheining. En dan moeten we nog de inrichting van de ziekenboeg doen. En daarna moet de tijdelijke cel moet dan nog eventjes een kleine update krijgen. Zodat het ook helemaal weer mooi eruit ziet. En daarna zijn we gewoon helemaal klaar om dan überhaupt de ontsnappingspoging te kunnen gaan proberen. Gaat waarschijnlijk een beetje fout, hoop ik. Denk ik misschien. Weet ik veel. Maar ja, ik ben nu in ieder geval dus een beetje geld aan het sparen voor de, de veilige omheining en alles. Want er gaat al behoorlijk wat kosten. En ja, dat is eigenlijk gewoon nog een beetje wat het is. En dan gaan we deze, of echt gewoon precies de volgende aflevering gaan we dan. Nee, ik ga dan, als ik het allemaal klaar heb, dan ga ik de volgende aflevering, ga ik dan ontsnappen en daarna verkoop ik hem. En dan zet ik hem ook natuurlijk nog wel even op de Steam Workshop. Zodat, mocht er interesse in zijn, dat jullie dan ook nog even kunnen spelen. Wel, nu gaan we gewoon nog even met deze lagmachine van een prison eventjes bezig. Iedereen zit hier ook echt als op een hoopje. Is ook niet helemaal gezond. Maar ja. Bij de volgende gevangenis, dan wil ik sowieso de layout van alles wel een beetje mooier en logischer aanpakken. Bijvoorbeeld als er een opslag is of zo, dat het dan wel een beetje bij de ingang zit, maar dat de werkplaats en de bibliotheek en zo, dat soort dingen, dat het allemaal wel een beetje bij elkaar zit. Niet zoals het nu zit. Ja, het zit wel allemaal dicht bij elkaar, maar niet hiervan het zo van, oh, het is super dichtbij om naar de opslag te gaan. Hier is helemaal zo, dan moet je zo, en dan ben je hier pas. Hier handig. Oh nee, iemand heeft een pistool. Fuck. Reprenos. Komt hij überhaupt aan een pistool? Die waarschijnlijk uit iemands handen gejat of zo. Nou, in ieder geval, de muur die wordt nu neergezet. Dat is helemaal top. Oké, even zien. Dan ga ik alvast de ziekenboeg erop spleuren. Ziekenboeg, waar sta je? Ik was zo blind. Mortuarium. Ah, ziekenboek. Hè. Oké, dan ga ik alvast even de bedden neerzetten voor de zieken. Oh, dat gaat ook al behoorlijk wat kosten, zo te zien. Misschien moet ik toch nog wel wat meer gevangenen aannemen. Zo. Oké,
Oké, dat zijn pas de eerste 5 rijen. En dan moet er nog een heel stuk. Dat wordt nog wat. Maar ja, over 4 uur hebben we tenminste dan weer nog een bult gevangen erbij. En we moeten wel even goed komen, denk ik, toch? Bult gevangen, bult geld. Geld kunnen we dan wel weer goed gebruiken. Zo. Hoe meer ik nu natuurlijk kan betalen, hoe beter het is. Ik denk dat ook dat ik niet veel. Oh god, beginnen ze weer. Oh, en dan heb ik geen geld meer. God damn it! Maar ik denk ook dat. Dat ik ook gewoon te weinig schoolmakers heb. Want mensen die zitten wel heel vaak te klagen van dat ze niet genoeg of schone kleren hebben, dat soort dingen. Dus waarschijnlijk moet ik de volgende aflevering in de nieuwe gevangenis, als we dat dan hebben unlocked, dat we dat dan ook gelijk aanpakken. Dat lijkt me ook wel verstandig. Ik heb gewoon maar 1 euro, 1 dollar. Oké. Kunnen we weer even wat ziekenhuisbedden neerzetten voordat er gevangenen allemaal komen? Want hoeveel van die schoonmakers heb ik eigenlijk? 50 en 10 tuinmannen. Nou, ik denk dat die 50 echt gewoon nog veel te weinig is. Oké, ik haal die ziekenhuisval. Haal ik hier even weg. Oké, wat de fuck zijn jullie allemaal met jullie tools aan het doen? Oh, wacht. Maar als ik deze ziekenhuisbedden allemaal ontmantel, krijg ik daar natuurlijk ook gewoon even ziekenhuisbedden voor. Dus dat is ook wel even handig om natuurlijk weer in die nieuwe ziekenhuisbed gebeuren. Even neer te zetten. Eens zien. Oké, deze muur mag weg. Deze die metaaldetector gaat ook weg. Want die metaaldetector daar is eigenlijk dan niet meer nodig. Die kan ik dan natuurlijk gewoon hier en hier voor natuurlijk nog gebruiken. Oh nee, maar als ik natuurlijk die deuren ook aangepast en dan lijkt het met de donkvies. Dat daar ook gewoon metaaldetectors komen.
dan zet ik daar dus de... Kijk, hoe loopt het stroom? Oké, dat zal niet zo erg moeten zijn, denk ik, toch? Oké, die wordt aangesloten, die wordt aangesloten, die... En die ook, oké. Even zien, tijdelijke cel. Die sleep ik dan gewoon hier naartoe. Zet ik aan deze kant van de muur. Hoeveel van die toiletten neer? Ja, die deuren die moeten natuurlijk ook er al wel in gaan gezet worden. Oh, 48 van die ziekenhuisbedden. Het scheelt in ieder geval mij weer geld, dat is wel zo. Shaver, kijk daar rechtsbovenin. What the fuck? Ik denk dat het te maken heeft met die tijdelijke cel, denk ik. Zet je Mina. Oké, nu ben ik weer bezig met het betalen ervan. Maar gelukkig zijn dat er niet zoveel. Dat scheelt wel weer. Oh, daar gaat weer in de partij. Oké, dat zijn alle ziekenhuisbedden. Dat is helemaal mooi. Oh nee, niet weer. Not again. Waar zijn die rillen dan weer bezig, man? Oh ja, nu zijn ze weer weg. Misschien ook wat douches. Kunnen ze tenminste ook nog een beetje schoon blijven. Oh. Oké, hier twee vanaf. Zoiets. Oké, dan zet ik hier ook nog gewoon wat meer van die... Maakt het uit, een stapelbed of een normaal bed?
Zo lekker even allemaal deze bedden neerplempen. Wat de telefoonhokjes hier neerzetten, gewoon aan de onderkant. Zodat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Oké, en ik ga nu even de veilige omleiding neerzetten. Nu moet alleen de sniper torens nog. Holy fuck, dat gaat veel kosten gek. Kijk, ik heb nog wel wat meer nodig, denk ik. Oh ja, ik heb toch heel wat meer nodig. Als ik deze hele rij nog wil hebben. Maar er komen er wel weer heel wat gevangen bij, dus dat is wel chill. Man. Hoeveel van deze dingen kun je allemaal weer neerzetten? Ik wil wel zien als Erik gaat slapen, hoe druk het hier dan eigenlijk door is. Het is nu wel een beetje lekker rustig aan het worden in deze tijdelijke cel. Maak je hem groter, wordt hij rustiger, hè? Logisch. In ieder geval, het is best wel een gigantische tijdelijke cel. Je kunt er nog eerder een slaapzaal van maken dan dat het eigenlijk een tijdelijke cel is. Maar ik hou het gewoon als tijdelijke cel. Maar ja, nu zit ik even te wachten totdat ik weer een bult geld krijg. En een beetje te wachten totdat dit allemaal klaar is. Dus eens even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Dit is in ieder geval bijna klaar. Zit het hier nou eigenlijk mee beneden? Oké, daar moeten ze nog mee bezig. Maar ja, ze zijn vooral bezig hiermee. Ik ga gewoon wachten op geld. Gaat me nog wel een tijd duren. Maar dan kan ik in ieder geval die hele veilige omheining neerzetten. En dan moet ik nog de sniper torens er neerzetten. Dat is natuurlijk ook nog een punt die ik heb. Dus ik moet nu even gewoon 11 uurtjes wachten totdat ik dat spul heb. Wow, wat een raak. Dan ben je alsnog in de directeur. Gisteren was een duister hoofdstuk in de geschiedenis van deze gevangenis. Er zijn veel te veel mensen overleden. Er mag vandaag niemand meer overlijden, anders word je vervolgd wegens criminele nalatigheid. Oké. Nou, top. Heb ik dat probleem ook nog? Nou ja, in ieder geval, ik ben nog eventjes aan het wachten tot het geld allemaal binnen is. Zodat ik daarna kan snappen. In ieder geval, hier zijn ze nu mee bezig. Behalve ik kom zo terug. Oké, ik ga nu dit er alvast allemaal een beetje bij kopen.
Vooral wegens dat ik dat geld alvast weer heb. Maar het gaat me nog wel even een klein tijdje duren voordat ik de benodigdheid van het geld heb wat ik nodig heb. Goed Nederlands. En dan heb ik het eigenlijk helemaal goed en precies hoe ik het wil. Kijk, heb ik toevallig die baken onder dan ook. Ja, maar ik heb niet genoeg van het personeel. Nou ja, dat doe ik dan ook nog even in de tussentijd een keer als ik nog genoeg geld heb. Oh-oh. Nee! Hou op met dat gerel! Dan ga ik toch de gevangenis in. En dan weet ik zeker dat ik moet gaan ontsnappen. Laat ik maar even opslaan, denk ik. Oh god, er gaat er zeker nog eentje dood. Ja. Oh, fijn. Dus dan kan ik dit ook nog even morgen gaan doen. Kan ik nu de ontsnappingspoging gaan doen. En daarna misschien verder met de gevangenis even afmaken. Misschien is dat wel een handig idee. Dat kan natuurlijk ook. Mislukt. Criminele nalatigheid. Maar wat dan als ik ga proberen te ontsnappen? Wat nou als ik dat ga doen? Kan ik toevallig ook weten wat mijn eigen informatie van mijn eigen persoontje is? Moon, wat is zo'n ding? Wat is zo'n achtergrond? You spin my head around. Oké, nee. Oh mijn god, ik ben naakt. Kom op, breng me mee. Wat? Moet ik daar zelf naartoe gaan lopen? Oké, dan ga ik daar vanzelf naartoe. Dankjewel. Oh. Yay, ik zit ook nog in de tijdelijke cel. De beste cel die er is. Dan heb ik het wel lekker mooi makkelijk voor mezelf gemaakt. Want ik kan namelijk deze dingetjes kan ik allemaal mooi kapot maken. Voor reputatiepunten. Behalve, dat ga ik dus de volgende aflevering doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.